Goeiedag, we zitten in een prachtige periode met veel zon en droog weer. Je krijgt echt dat lentegevoel. En de grote vraag is natuurlijk of we in de 30-daagse zien dat dat lentegevoel blijft. Of gaan we toch weer naar een ander weerbeeld. En we beginnen met de temperatuurafwijking voor volgende week. En dan zien we boven het westen van Europa toch nog steeds wel heel veel rode tinten. Met andere woorden. Verwachting is dat het warmer zal zijn dan gebruikelijk voor deze tijd van het jaar. En dat klopt ook wel. Want als we naar onze weersverwachting kijken voor volgende week, zien we toch vaak temperaturen van 15 graden of zelfs nog hoger. Dat betekent dat het echt wel warmer is dan de gebruikelijke 10 tot 12 graden die je in deze tijd mag verwachten. Wat we ook direct zien is dat boven het oosten van Europa er toch wel heel veel koude lucht aanwezig is. En daar wordt duidelijk een kouder dan gebruikelijk weerbeeld verwacht. Ook in de Oekraïne is dat het geval, een afwijking die wel richting de 5 graden gaat, kouder dan gebruikelijk. En dat betekent overdag vaak temperaturen rond het vriespunt, in het noorden misschien wel eronder. En in de nachten lichten tot matige vorst. Dat is allemaal goed mogelijk. Zeer ongunstige omstandigheden voor al die mensen die daar in Oekraïne zitten, opgesloten als het ware en geen kant op kunnen. De tendens is wel dat de temperatuur geleidelijk aan richting normale waarden gaat. Dus die kou die moet wel geleidelijk aan gaan verdwijnen hier in het oosten van Europa. En we zien ook dat het warme weer minder warm gaat worden, want dit is de periode 28 maart, 4 april, rond de maandwissel. Nog steeds wel wat rozige tinten, maar het is duidelijk minder zacht dan normaal. En hoe komt dat dan? Nou, dat heeft te maken met de drukverdeling, want die gaat geleidelijk aan wel veranderen. We maken weer een sprongetje terug naar volgende week en dan zien we dat dat dominante hoge drukgebied boven Noordoost-Europa nog steeds aanwezig is. Dat zorgt ervoor dat de kou boven Oost-Europa, als het ware, opgesloten zit. Wij zitten wat meer aan de flanken. Wij gaan naar een zuidoost-zuidstroming. En dat betekent dat vanuit het zuiden dus die zachte lucht kan opdringen. En daardoor hebben we die hogere temperaturen. Maar die luchtdrukverdeling die gaat geleidelijk aan verdwijnen. Het wordt sowieso minder dominant dat hoge drukgebied. En langzaam maar zeker zien we ook dat de luchtdrukafwijking, de hoge druk, dat die geleidelijk aan wat meer zuidelijk gaat bewegen. Dit is de week 21, 28 maart. Nog steeds wel heel duidelijk die hoge druk invloed aanwezig. Maar toch, het is langzaam maar zeker aan het veranderen. En als ik nog een stapje maak, dan zien we dat uiteindelijk die hoge druk, met name boven Zuid-Europa, komt te liggen. En dat geeft toch wel weer de ruimte voor een westcirculatie boven. Onze omgeving, de luchtdrukafwijking, die is er eigenlijk niet boven onze omgeving. Dat betekent dat je dan lage druk in het noorden hebt en hoge druk in het zuiden. Dat is normaal voor onze breedte en zeker ook in deze tijd van het jaar is dat het geval. En dit neigt naar een weststroming, of anders gezegd, dat is een overheersende stroming dan voor deze tijd van het jaar. We kijken dan ook weer naar rond de maandwissel. Als we dan nou ook nog even de neerslag erbij pakken... dan zien we heel duidelijk een droger weerbeeld voor de komende weken nog. Nou, dat heeft natuurlijk alles te maken met de invloed van dat hoge drukgebied. Als we naar de latere periode gaan kijken... dan zullen we zien dat die roze tinten verdwijnen. Dan wordt het gewoon wit. En dat betekent dat de neerslagafwijking ja, niet heel is. Het is dan allemaal vrij normaal. Ik laat u ook nog even deze grafiek zien. Dan zien we allerlei kleuren. Elk staafje, dat is een dag. Dus we gaan een aantal weken vooruitkijken, vier tot zes weken zelfs. En dan zien we de kleuren, die geven aan een dominant weersysteem, weerpatroon. Zo moet ik het eigenlijk zeggen. En in het begin is dat duidelijk rood en dat betekent hoge druk invloed. Nou, dat is heel duidelijk aanwezig voor de komende twee weken. Past ook prima in het plaatje wat ik al schetste. Maar als we dan rond de maandwissel gaan kijken... dan zien we ook dat blauw duidelijk aanwezig gaat komen... Paars zit er ook in. Blauw is een westcirculatie. Paars is een meer noordelijke stroming. En dan heb je ook nog een soort noordweststroming. Dat is het groen. En al die kleuren, de verhouding daartussen, die wordt een beetje gelijkwaardig. Hier kan je heel duidelijk zien in die periode van 14 maart tot, laten we zeggen, 25 maart: dat hoge druk dominant is. Maar hier is dat duidelijk niet meer het geval. En dat betekent dat een weersverwachting onzeker gaat worden. Want het kan alle kanten op gaan. Nou, dat heb ik dan ook geschetst in mijn samenvatting. Eerst nog heel duidelijk de invloed van hoge drukgebieden... en rustig weer en ook vrij droog weer. Het lijkt erop dat die weststroming geleidelijk aan op gang gaat komen... richting het einde van de maand. Maar... Ik zeg dat direct bij. Rond de maandwissel, grote onzekerheid. Dat laten de modellen ook zien. Dus of dat ook daadwerkelijk gaat gebeuren, dat is nog maar de vraag. Het zou ook zomaar kunnen zijn dat we naar een Noordstroming gaan of dat we toch een hoge druk situatie houden. Nog een fijne dag.